Het telecommunicatiebedrijf Telesuur heeft in het kader van haar social responsibility de succesvolle sporter Miguel van Assen gekozen om haar nieuwe icon te worden. Dit houdt in dat Van Assen een van de gezichten van Telesuur zal worden. Vanmorgen heeft het bedrijf een contract gesloten met de topsporter. Miguel van Assen heeft Suriname wederom goed op de kaart gezet. Tijdens de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in Paraguay pakte hij goud op het onderdeel hinkstapsprong. Dat maakt deze Surinamer Zuid-Amerikaans kampioen. In 2014 won Van Assen ook goud op de Jeugd-Olympische Spelen. Deze prestaties blijven niet onopgemerkt bij Telesuur. We zien de prestaties van Miguel al een tijdje. En ik ben zelf ook, heb ik een sportachtergrond. En nooit sport op dit niveau wat Miguel beoefent. Maar je bent ermee betrokken. Je weet dat het een bepaalde inspanning kost. En daarbij zijn financiën ook heel belangrijk. Ik denk dat we meer aandacht hier aan moeten schenken. We vinden het allemaal leuk wanneer Surinamers topprestaties bereiken. Maar we staan er onvoldoende bij stil what it takes. We kunnen aan de zijkant blijven staan of we kunnen zeggen van, hey, weet je, laten we kijken wat we kunnen doen. En het is makkelijk om te zeggen, het is moeilijk in het land, maar alleen maar vinden het is moeilijk in het land, daar schieten we niet mee op. Dus wij doen op onze manier in ieder geval een stap en hopen dat anderen ook hierin geloven en ook hun bijdrage zullen leveren aan Miguel. Van Assen gaat begin augustus in actie moeten komen op het WK Atletiek in Engeland. Onder andere hiervoor gaat Van Assen hard moeten werken. Telesuur ondersteunt hem hierin en tekent een contract voor 1 jaar met hem. Ja, we doen een financiële bijdrage. We hebben wel afgesproken dat we niet prijs geven hoe hoog die bijdrage is, maar we doen een financiële bijdrage waarmee hij redelijk overweg kan. Maar daarnaast zorgen we ook ervoor dat waar hij steun nodig heeft, dat we kunnen kijken binnen onze mogelijkheden hoe we dat doen. Het is eigenlijk in principe een basiscontract. Maar we zorgen ook voor zijn de mogelijkheden dat hij gebruik kan maken van telecommunicatie. We zijn een telecombedrijf en we hebben daarin zeker wat telecommunicatiemiddelen geboden. En natuurlijk ook in materiaal, sportmateriaal. Voor mij is het goed, want voor mij, ik had geen ondersteuning en zo. En nu, hoe ik nu uitbloei en zo, meer uitbloei, is het een goed gevoel voor me. Ze kunnen me beter ondersteunen en zo. Dus voor mij is het een goed gevoel. Met deze ondersteuning van het bedrijfsleven is Miguel van Assen een kleine stap dichterbij naar een nieuwe goede prestatie. En misschien zelfs weer een gouden medaille voor Suriname. Aldus een verslag van Dion Brunings over het contract dat Telesuur vanmorgen heeft gesloten met Zuid-Amerikaans kampioen hinkstapsprong Miguel van Assen. Ondertekening van het contract vond plaats op het kantoor van waarnemend directeur Mike Antonius.